Het is de Leven Zonder Stress Wintertour. Dit keer in het zuiden van Limburg. Maastricht, het prachtige Maastricht. Niet op het Vrijthof, maar wel daar in de buurt. Ik zit hier met Josje Smeets. Josje, je komt ook uit Limburg, hè? Yes. Dus het kan zijn dat onze zachte G een beetje tevoorschijn komt. Heb je je daar ooit voor geschaamd, voor die zachte G? Nou, toen ik net in Utrecht studeerde, toen ging ik met een aantal Limburgse vriendinnetjes in een huis wonen. En als wij met elkaar in gesprek waren, zei iedereen altijd, praat toch even normaal, joh. Ja. We kunnen je niet verstaan. En ik had zoiets, ja, maar ik praat ABN. Nou, dat is geen ABN. Nee. Toen ben ik me wel gaan aanpassen. Oké, dus we gaan gewoon stappen over op de zachte, van de zachte naar de harde G. Misschien dat we straks nog een stukje in het dialect spreken, maar dat zien we dan wel weer. Jaartje terug was je te gast bij goede vriend Richard de Let in de Oersterk podcast. Dus het werd wel weer eens tijd om met je over het onderwerp geluk te praten. Een week geleden was je jarig, vorige week woensdag. Nou, hè? Ongelooflijk dat je dat weet. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Gefeliciteerd toch. Dankjewel. Mijn cadeautje is dat ik langskom hier. Ja, zeker. En daar ben ik heel blij mee. Hey, en ik heb mijn boek Leven Zonder Stress voor je meegenomen. Oh, heel leuk. Nou, jij krijgt dadelijk ook een exemplaar van mijn boek. Happy in 100 dagen. Zeker. Nou, laat ik meteen die vraag erin gooien. Wat moeten we daarvoor doen, Josje? Happy worden in 100 dagen. Nou, laten we even vooropstellen dat het natuurlijk langer de tijd nodig heeft dan die 100 dagen alleen. Alleen, ik denk dat er wel degelijk een aantal tips en aanpassingen in je levensstijl zijn die ervoor zorgen dat je nu al of binnen een paar weken je echt gelukkiger kan voelen. En ja, geluk zit heel vaak in de simpele dingen en dat weten we onbewust allemaal wel. We doen er alleen te weinig mee. Ja, want volgens jou is geluk, gelukkig zijn kun je leren. Ja. Dat is ook de titel van deze podcastaflevering. Is geluk dan maakbaar, Josje? Gedeeltelijk wel. Tenminste, ik ben zelf een wetenschapper. In de positieve psychologie heeft men ontdekt dat 50% van je geluk aangeboren is. Dat is dus niet maakbaar. Kunnen we niet heel veel aan doen. Het kan zomaar zo zijn dat in jouw familie psychologische stoornissen voorkomen, waardoor jij minder gelukkig geboren wordt dan ik. Dus jij zal dan harder moeten werken voor je eigen geluk. Maar 10% van je geluk zit in je omstandigheden. Dat is natuurlijk de baan die je hebt. En jij hebt een hele leuke baan. Mm-hmm. Dat is de partner die je hebt, waar je woont. Wacht even, 10% maar? 10% maar. Waarom zou ik daar zo mijn stinkende best voor doen als die andere 90% al een soort genetisch bepaald zijn? Ja, dat zijn? Is dus precies de boodschap die ik probeer aan te geven. Die ik ook altijd in al mijn trainingen en lezingen over de bühne gooi. Iedereen is maar heel hard bezig om die omstandigheden te veranderen, om die optimaal in te stellen en te creëren, terwijl uiteindelijk we heel snel weer terugzakken naar dat basisgeluksniveau. Dus dat werk kan je wel heel even plezier geven, maar na een tijdje zakt dat weer terug. Bij een nieuwe partner is dat na een jaar, bij een nieuwe baan na een half jaar, maar bij een nieuwe auto bijvoorbeeld ben je na 6 weken alweer net zo gelukkig als voor die nieuwe auto. Dus waar het om gaat, is die laatste 40%, dat zijn niet de omstandigheden, maar dus hoe je met die omstandigheden omgaat. De mindset dus. Dat is het stukje wat maakbaar is. Oh, wacht even. Het woord mindset is een beetje een jeukwoord bij mij. Ik geloof zelfs in de mindset mafia. Oh, heerlijk. Dat was een term van Eva Jinek laatst op de website. Mm-hmm. Jij bent niet van de mindset mafia, toch? Ik ben niet van de mindset mafia. Laten we het dan zo zeggen. Het zit wel een beetje in jezelf, dat geluk. Het is gewoon zo dat je een bepaald type mens hebt die meer in de slachtofferrol zit. De fixed mindset durf ik bijna niet te noemen, maar zo noemen we het wel in de psychologie. Dat is de mensen die alles overkomt. Het is nu corona, het is allemaal kut, we kunnen helemaal niks meer. Dus ik voel me ook vervelend, ik voel me ook slecht. Maar je hebt ook mensen die juist denken van ja, maar wacht even. Elk probleem is een uitdaging. We zitten in de groeimindset. Wat kunnen we er dan wel van maken? Wat kan allemaal wel nog? Wat is wel leuk aan het leven? Nou, dat is het stukje wat ik bedoel met mindset. Dus niet mindset mafia, maar gewoon hoe kijk je naar het leven? Hoe kijk je naar de wereld om je heen? Ja, en met wat voor een bril bekijk je naar de wereld? Ja, dat is dus een mooie. Ja, ja, zet die roze bril eens wat vaker op. Ja, nou, ik heb hem op nu. Ja, ik zie het. Hey, jouw boek is een doeboek, hè? Ja. Wat moeten we allemaal doen dan? Oefeningen? Moet ik dankbaarheidslijstjes gaan maken? Wat voor oefeningen staan erin? Er staan eerst een aantal basisprincipes voor meer geluk. En ook heel veel basisoefeningen. Daar zit inderdaad een dankbaarheidsoefening bij. Maar ik zeg altijd, zie dat maar een beetje als het afhaalmenu bij de Chinees. Je hoeft niet alles toe te passen.
pak er gewoon uit wat jou aantrekkelijk lijkt en ga daar eens mee aan de slag. Lichaamsbeweging is bijvoorbeeld geluksbevorderaar nummer 1. Nou, dat wil ik altijd iedereen aanbevelen. Maar als je echt enorme jeuk krijgt van lichaamsbeweging, nou, doe dat dan vooral niet. En ga juist op een matje liggen en ga wat mediteren. Maakt niet uit. Er staan heel veel oefeningen in voor korte termijn geluk. Maar oké, even naar het bewegen. Hè? Ja? Moet dat per se hardlopen zijn? Mag dat ook wandelen zijn? Mag ook wandelen zijn. Maar wel buiten, geloof ik. En niet op een home trainer of een muffe zolder, of wel? Ja, dat mag ook. Je mag zelfs je kamertje gaan stofzuigen. Als daardoor je hartslag omhoog gaat, dan zorgt dat wel ervoor dat er 4 gelukshormonen of neurotransmitters worden afgegeven in je brein. Hmm. En daar ben ik nou op zoek, naar die 4 gelukshormonen. Oké, die gaan we straks even erbij pakken, denk ik. Hè? Mm-hmm. Want dat is toch wel handig om te weten. Dat is wel handig om te weten, maar buiten... Ja, is beter. Nou, daglicht is ook een trigger voor het afgiften van deze gelukshormonen. Ja. Dan heb je dus een en-en verhaal. Dus als je buiten kunt sporten, en het liefst nog met iemand samen ook, dan heb je zelfs een driespan. Wauw. Ja, want sociaal contact, dat is ook heel belangrijk. Daar gaan we het ook straks over hebben. Mm-hmm. Lieve luisteraar, er komen dadelijk en kijker, er komen meer tips, maar we duiken eerst even samen in het leven van Josje. Ja. Oké? Okay? Nu horen we zo'n muziekje zo. Hoe is geluk zo'n thema geworden in jouw leven? Was dat al op jonge leeftijd dat je daar vragen over ging stellen? Hoe is dat zo begonnen? Laat ik beginnen met de vraag, hoe was jouw jeugd? Nou, dat is wel heel grappig dat je dit vraagt. Want mijn moeder, sorry mam, maar die zei dus vroeger altijd tegen me, het leven is gewoon saai. Het is niet leuk. Je moet hard werken in je leven. Ja. Dat weet ik nog, dat ze verzuchtte dat heel vaak. Mijn moeder die is eigenlijk in een soort van rol geduwd omdat mijn vader een eigen winkeltje thuis had. En zij moest, of winkeltje, was gewoon een ijzerwarenzaak. En zij moest daar de boekhouding van doen. Maar we woonden, het huis was aan de zaak. Dus dat betekent dus dat 's avonds altijd klanten waren. Op zondag was er altijd klanten. De business ging altijd door. Dus er was nooit privacy. Er was nooit rust thuis. En mijn moeder vond dat stiekem vreselijk. Maar dus, dat zei ze niet. Nee, dat zei ze niet. Ze zei gewoon, het leven is gewoon niet leuk. Het leven is gewoon saai. En dat ga je dan geloven als kind natuurlijk. Dat ga je dan inderdaad geloven. Dus ik had altijd heel erg... Ik was een hele dwarse puber, al dus mijn moeder. En ik ging daar tegenin. Ik zeg, wat een onzin. Het leven is wat je er zelf van maakt. Ik ga ervoor zorgen dat mijn leven leuk wordt. Nou, doe je best maar. Zo ging dat. Die discussies hadden we. Ja, ik herken het. Ik had een vader, of heb een vader, die inderdaad ook dingen zei als, jongen, het leven is hard werken, niks komt je aanwaaien. Mm-hmm. Terwijl ik op de lagere school nooit moeite hoefde te doen. En ik was altijd de beste van de klas. Dus dat rijmde al niet bij elkaar. Mm-hmm. Hoezo? Je moet hard je best doen. Dus mm-hmm. ik herken dit wel. Heb je het je ouders, je vader, je moeder ooit verweten dat ze zo waren? Of zeggen we, ja, die waren nou eenmaal zo? Nou, ik heb echt wel heel wat discussies met mijn moeder gevoerd. En die heb ik trouwens nog wel eens. Dat ik zeg van, ja mam, kom op, beetje positief. Maar achteraf, in het thema van dankbaarheid, heeft mij dat ook juist gebracht waar ik nu ben. Het heeft je hele business eigenlijk geboren doen worden. Ja, dat denk ik ook. En ik ben gewoon een enorme knokker en doorzetter. En dat heb ik ook wel weer van mijn vader. Dat is ook een harde werker inderdaad. Maar nee, vroeger verweet ik mijn moeder dat wel. Maar nee, nu ben ik op het punt. Ik denk van zij zou waarschijnlijk ook liever anders zijn en anders denken. Ja. Nu komen we allebei uit Limburg. Ik heb ook wel zitten denken, is dit ook niet een beetje iets typisch Limburgs? Dat die valse bescheidenheid, de dingen een beetje zwartgallig bekijken. Het is een omgeving geweest hier waar heel veel werkeloosheid is geweest. Mm-hmm. Door het sluiten van de mijnen bijvoorbeeld. Heb je dat wel eens onderzocht? Is dat per provincie verschillend hoe mensen tegen geluk en levensvreugde aankijken? Ja, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En inderdaad, vooral in het Limburgse is bekend dat wij meer een underdog positie hebben. Underdog? Ja, dat we die ondergeschikte rol hebben en dat we denken we zijn niet goed genoeg. Dat er dus, er zijn hier ook meer depressies zeker in de jaren 60 en 70 geweest dan dat het in de rest van Nederland. En dat heeft echt mee te maken van dat we veel meer met false beliefs van binnen, van nou, de overtuiging, we zijn niet goed genoeg. Ja. We moeten harder ons best doen om er ook bij te horen. We zijn natuurlijk zo'n
slank aanhangseltje aan de rest van Nederland. Dus dat leeft inderdaad meer in deze provincie dan elders. Toen ik bij de TROS begon in de jaren 90, durfde ik ook niet te zeggen dat ik uit Limburg kwam. Ik zei maar dat ik uit Brabant kwam. Oh. Uit Valkenswaard. Mm-hmm. Want er zat inderdaad zo'n stigma op. Ja, voor mezelf dan, hè? Ja. Dat is toch iets geks, hè? Ja, jouw meeste cliënten komen natuurlijk uit Limburg, neem ik aan, die je coacht. Nou, nee, uit Amsterdam. Oh, echt? Ja, nou, ik heb dus altijd, ik vind het dus heel leuk, de Randstad-mentaliteit. Ik wilde ook altijd heel graag terug verhuizen, maar mijn gezin wil tot nu toe niet mee. Alhoewel mijn dochter nu 16 is en ze zegt, ik ga studeren in Amsterdam. Dus ja, krijg je die discussies. Maar ik heb heel veel organisaties en klanten in Amsterdam, bedrijven waarvoor ik werk. En de coachings die ik daarvoor doe, ja, dat zijn allemaal millennials uit de Randstad. Ja? Ja. En verschillen, wat voor problemen lopen die mensen tegenaan? Nou, de beroemde quarter life crisis. Oh ja? Zo noem ik hem altijd. Dus echt dat je een heel ideaal beeld van je toekomst had geschetst. En je studeert af en je hebt je eerste baan. En dat je dan eigenlijk de realiteit in je gezicht krijgt en denkt, oh mijn god, is dit het leven nu? Ja. Nou, dan gooien we daar nog 2 jaar corona overheen, waardoor mensen helemaal niks leuks meer kunnen doen. Sociaal isolement. Nou, dat zijn echt de grootste problematieken waar ik tegenaan loop op het gebied van levensgeluk. Dat mensen niet zo goed weten, welke richting ga ik nu op? Wat moet ik dan bijdragen? Wat is mijn purpose? Dat is heel erg in deze groep. Ik hoor een hele mooie kerkklok. Ja. Een van jouw tips is volgens mij ook gewoon staan eens wat vaker stil. Zeker. Bij de dingen. Ja. Nu hebben wij allebei een beetje de neiging tot ADHD. Dus ik rem jou af en toe af. Rem jij mij ook af, hè? Als ik niet dat je nu te snel gaat of zo, maar ik heb een viertal podcasts met jou beluisterd. Ik heb natuurlijk wat artikelen gelezen. En een van de dingen waar ik echt van schrok, is dat er zoiets bestaat als een Facebook-depressie. Mm-hmm. Dat wij dus denken gelukkig te worden van contact met mensen via social media, maar dat ons dat eigenlijk ongelukkig maakt. Kun je dat eens uitgebreid uitleggen hoe dat zit? Waarom word ik niet blij van dat swipen en scrollen? Nou, je hebt in de psychologie opwaartse sociale vergelijking en neerwaartse sociale vergelijking. Dat ga ik even uitleggen. Opwaartse sociale vergelijking is dat je opkijkt tegen iemand en dat kan heel positief zijn. Als je dus, je wil bijvoorbeeld een professioneel sporter worden en je hebt altijd een topatleet als voorbeeld gehad, nou dan ga je je daaraan meten en dan ga je proberen net zo goed te worden als deze atleet. Nou, dat is positief. Alleen de negatieve kant van opwaartse sociale vergelijking, dat gebeurt nu met social media, met Facebook, met Instagram, dat je ziet dat andere mensen het beter hebben dan jij. Dus dan kun je dus bijvoorbeeld denken van, ik heb een hartstikke goede dag gehad. Ik heb een podcast opgenomen met Patrick. Ik heb vanochtend heel productief werk gedaan. Ik heb zijn boek gekregen. Ja, zeker. Eigenlijk kan de dag niet meer stuk. Nee. Dankbaarheid to the max. Maar ja, dan kom ik vanavond thuis en dan ga ik toch even op mijn Instagram feed kijken en dan zie ik dat andere mensen nog veel toffere dingen hebben gedaan. Die hebben hun eerste feestje weer gehad. Of die zijn misschien wel liggen op de Malediven. En daar word ik dan ongelukkig van als ik dat zie? Nou, niet iedereen wordt er zomaar ongelukkig van. Maar als je al wat een lager zelfbeeld hebt, of je zit al wat minder goed in je vel, dan kan dat inderdaad wel het laatste zetje geven. Ja. En vooral mensen die substantieel veel tijd bezig zijn met social media. Maar kun je me ook nog eens uitleggen hoe dat dan, wat het verschil is tussen dat wij nu hebben? Wij kijken elkaar in de poppetjes van de ogen. Mm-hmm. We zitten samen aan dezelfde tafel. We zitten in dezelfde ruimte. Dat maakt iets los in mijn brein wat social media niet kan. Yes. Hoe heet dat stofje alweer? Oxytocine. Dat is het knuffelhormoon. Dus we weten allemaal dat we een oerbrein hebben. En het gedeelte, het limbische systeem in de hersenen dat onze emoties aanstuurt, dat is echt al hartstikke oud. En in principe is het brein niet mee geëvolueerd met de maatschappij waar we in leven. Ja. Dus dat brein snapt niks van het videobellen. Het snapt niet hoe we met virtuele gesprekken of via Instagram, dat het leuk zou moeten zijn. Het enige wat het brein snapt is, oh, ik krijg aandacht. Oh, ik krijg een like. Ja, dat is een hartje. Ja, zo'n hartje. Dat is alsof je zo'n gokautomaat, dat je opeens dus je krijgt wel het kortstondige gelukshormoon, dopamine. Dat krijg je continu. Dat geeft je genot. Dat geeft je plezier. Dat geeft je een rush.
Maar dat zakt dus weer heel snel. Dan ga je weer, dat zijn die omstandigheden. Dan ga je weer snel naar dat basisgeluksniveau. Maar oxytocine, dat is een langetermijn gelukshormoon. Dat is dus het gevoel van oprechte sociale verbinding. Ja. En dat stofje komt alleen maar bij fysiek contact. Alleen maar vrij bij fysiek contact. Dus op het moment dat ik jou in de ogen kijk... Mm. en we kijken 30 seconden lang in onze ogen... nou, dan krijgen we dus echt een gevoel van verbinding... maar ook van vertrouwen. Dat je het idee hebt van... oh, met deze man ja, kunnen we wel een goede podcast opnemen. Ja. Ja. En kan dat ook met dieren? Dat kan zeker ook met dieren. Daar komt ook oxytocine bij vrij. En dat is vooral als je echt gaat knuffelen. Gaat kroelen, ja, et cetera. Kat op schoot. Ja, een kat op schoot. Ja. Heerlijk. Aaien, ja. Of een paard. Ja, of die kat dan ook zo blij wordt, dat weet ik dan nog niet. Dat... Een hond trouwens wel, daar weten we het van. Ja, maar voor katten niet. Nee, wat minder, ja. Oké, laten we dan de rest van die stofjes er ook even bij pakken. We hebben het gehad over dopamine, oxytocine. Welke neurotransmitters en stofjes, hormonen hebben we dan nog meer die met geluk te maken hebben? Nou, de meest bekende en belangrijkste, dat zijn nog de serotonine. Ja. Dat is de lange termijn gelukshormoon. En endorfine. En endorfine is ook wel het bekende hormoon wat vrijkomt als je bijvoorbeeld gaat hardlopen. Dat is het hormoontje dat ervoor zorgt dat je wat minder pijn ervaart. Mm-hmm. Ja. Dus, en wat komt er dan vrij bij seks? Bij seks zijn het verschillende hormonen tegelijkertijd. Er komt en heel veel dopamine vrij, heel veel genot en heel veel plezier. Die oxytocine, dus die sociale verbinding. En die endorfine, ja, die komt vrij. Ja. Nu heb ik wel eens met iemand uit de tantra-wereld gesproken. En die zei van, let daar nou mee op. Want die stofjes, die worden zo massaal afgevuurd, mm-hmm, in je brein. Dat je daarna als man in een mini-depressie terecht kan komen. Ben je dat met deze meneer eens? Nou, eigenlijk wel. Want het zijn dus vooral die dopamine, die piekt enorm. Ook tijdens een orgasme, tijdens seks. En dat is juist dat korte termijn gelukshormoon wat we continu najagen. Wat dus ook met die social media aan de hand is. En vooral ook tijdens seks. Nou, op het moment dat je daar ongelooflijk veel mee bezig bent en echt in een high, dan kan het zomaar zo zijn dat je daarna niet terug zakt naar je basisgeluksniveau, maar dat je zelfs in een soort van dip terechtkomt. Ja. Dat is heel normaal. Dus ja, je moet daar inderdaad mee oppassen dat je niet continu aan het pieken bent. Dus oké, opletten dus met seks. En dus ook opletten met dat mobiele telefoongebruik. Je zal de Social Dilemma misschien ook gezien hebben op Netflix, mm-hmm, die documentaire. Zeker. Dat zelfs de zelfmoordcijfers in Amerika onder tieners enorm zijn toegenomen door Instagram en allemaal dat soort gebruik. Het is toch verschrikkelijk. Zou er niet gewoon, net als met roken, gewoon echt op meer opgelet moeten worden? Want als ik die cijfers hoor, daar schrik ik van. Ja, ik vind eigenlijk dat daar een verplicht vak op school of zo overgegeven zou moeten worden. Want vooral de generatie Z, dat zijn dus de mensen die nu jong zijn, nu in de puberteit, die leven eigenlijk meer online dan dat ze offline leven. Ja. Hoe de millennials daarmee langzaam mee opgegroeid zijn, is generatie Z eigenlijk meer in de online wereld. Kun je dat voorbeeld nog eens noemen van jouw dochter die ergens op het terras zit en dan Snapchat gebruikt? Ja, inderdaad. Mijn dochter die zit op het terras en dan denk je, ze gaat voor het eerst op stap. Ze is 16 jaar oud, maar dan gaat ze op de Snapchat-kaart, gaat ze dus kijken waar de jongens zitten. En die jongens zitten dus letterlijk een tafeltje verder op datzelfde terras. Maar dan gaan ze via Snapchat zitten communiceren. Want ja, in het echte leven durf ik dat niet. Nee, dat is veel te eng. Mama, dat is veel te eng. Terwijl via Snapchat, natuurlijk krijg je die dopamine weer. Maar daarna zakt die dopamine en dan voel je je weer net zo als daarvoor. Terwijl als je nu die oprechte verbinding aangaat, je stapt op die jongen af en dan zeg je, zullen we samen aan de tafel gaan zitten? Nou, dan komen al die andere hormonen vrij waar je langdurig gelukkig van wordt. Nou, ik wil daar nog een waarschuwing aan toevoegen. Het kan ook je relatie stuk maken. Ik kom eigenlijk vrij kort geleden uit een relatie van 5 jaar. En op het laatst zaten we eigenlijk alleen nog maar naast elkaar op de bank, allebei op de telefoon. En dan kan je tegen jezelf zeggen van, maar waarom heb je dan niet allebei de telefoon weggelegd en zijn jullie lekker met elkaar gaan praten? Ja, dat deden we natuurlijk ook. Maar wat jij zegt, het is zo verslavend. Constant die kick. Zeker omdat ik wat meer volgers op Instagram heb, op LinkedIn en zo. Ik krijg ook constant feedback. Mm-hmm. Dat is iets.
Ja, achteraf kan je zeggen, ja, heb je daar dan spijt van? Ja, maar het lijkt wel alsof dat ding sterker is dan ik ben. Mm-hmm. Ik kan het. Mijn ex-vriendin en ik zijn er gewoon bijna mee vol vergroeid met dat ding. Dat is gewoon een derde arm geworden. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, maar communiceerden jullie dan ook met elkaar? Nee, dat gelukkig niet. Dan werd er wel gewoon gevraagd, wil jij nog koffie? Of wil jij... Maar goed, je kan het ook omdraaien. Je kan natuurlijk ook zeggen, misschien was de relatie zo saai geworden dat je die telefoon alleen nog als uitweg gebruikte. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Ja, het is natuurlijk altijd kip of het ei verhaal bij die dingen, of niet? Ja, ja, nee, maar dat is zeker zo. Maar het grappige is, ik werk vrij veel en ik heb sinds kort een eigen kantoor. En ik kreeg laatst van mijn partner te horen van... weet je wanneer wij de beste gesprekken voeren? Als jij me belt. Ik denk, dat is ook wel een beetje confronterend. Want dat doen we niet veel. Nee, we bellen wel elke dag. Ja. Maar 's avonds op de bank, dan zijn we moe. En dan ga je toch Netflixen. Ja. Dat slaat dus helemaal nergens op. Je moet tijd offline inplannen. Met je partner, maar ook met je vrienden, met je kinderen, met je collega's. Dat is enorm belangrijk, maar we vergeten het, want het kan zo snel en zo makkelijk online. Ja. Sterker nog, ik las vanochtend een onderzoek geloof ik 1/3 van de mensen helemaal niet meer terug naar kantoor wil. Die vinden dat wel lekker zo. Oh, dat thuiswerken, zoomen. Je bent daar geen voorstander van, hè? Nee, ik ben daar helemaal geen voorstander van. Sterker nog, op het moment dat jij niet meer met de sociale contacten op het werk in aanraking komt, dan is dat stukje werkplezier en werkgeluk dat weg. Is eigenlijk weg. Ja. Ja. Dus, uit de lockdown, meteen weer met elkaar bij het koffieautomaat gaan socializen. En er is zelfs een hele podcast over werkgeluk die je hebt opgenomen voor WorkJuice, klopt dat? Ja, dus die is misschien leuk om daar nog eens over te luisteren. Ja, daar vielen ook de schelmen van de ogen. je hebt goede dingen gezegd. Ik zit eens even te kijken waar ik dat genoteerd heb. Ook weer die stofjes. Maar toch, ik zie jou toch via videobellen. Dan zou je toch kunnen denken, we kijken elkaar dan toch ook in de ogen. Ja, maar dat wordt niet geregistreerd door het brein. Want echt oogcontact, dan voel je dus die chemie, die spanning. Dat echte oogcontact kun je toch niet helemaal goed mikken, zou ik maar zeggen. Hoe we dat in Limburg zeggen. Ja, en je voelt elkaar ook niet. Hè? Nee, je voelt het niet. Ik doe deze interviews eigenlijk ook zelden via Zoom. Het maakt het toch kil. Klinisch is natuurlijk een beetje het... Maar goed, dat kan je ook voelen. Goed, daar komen we misschien zo meteen op. Dit vond ik een mooie uitspraak van je. En als ik van de hak op de tak ga, grijp in. Hè? Iedereen is een controlfreak, hoorde ik jou zeggen. Ja, absoluut waar. Kun je me dat eens uitleggen? Want ik vind mezelf al een controlfreak, maar... En mijn moeder ook wel, mijn vader ook. En mijn ex-vriendin was ook wel een... Leg me dat eens uit alsjeblieft. Waarom komt dat? Nou, iedereen vindt dat gewoon een vies woord. Iedereen heeft zoiets van, joh, controle, daar ben ik helemaal niet van. En ook weer in relatie met werkgeluk. Autonomie is een van de pijlers voor meer werkgeluk. Maar zelfbeschikkingsrecht. Zeg je heel mooi. Maar... ieder mens heeft gewoon een bepaalde mate van controle nodig. Dus waarom is Nederland een van de gelukkigste landen van de wereld? Dat is omdat we hier relatief veel vrijheid hebben om onze eigen keuzes te maken. Het maken van je eigen keuzes is een vorm van controle. Dus dan kun je dus zelf bepalen wat je doet en met je leven. Mm-hmm. En wat je doet met je dag. Nou, dat is controle. En dat... weten we eigenlijk wel dat dat ook een vorm van controle is. Maar die controle bedoel ik. Ieder mens heeft de behoefte om zijn eigen controle te pakken in zijn leven. Dus iedereen is een soort van controlfreak. Op het moment dat jij in die cirkel van invloed komt, dus in die controlspannen, dan worden we een beetje jeukerig op het moment dat de overheid zegt... Ja. Jij mag niet naar de kroeg. Komt er een kracht los. Ja, precies. Ja, maar dat heb ik zelfs als ik dat tegen mezelf zeg. Je gaat vanaf nu nooit meer naar McDonald's. Dan is er een stemmetje in mijn hoofd dat zegt... dat zullen we nog wel eens zien. Ken je dat? Ja, dat ken ik zeker. Ik heb dat op andere fronten. Ja? Maar Het gekke is ook... bij mij is er ook niet echt één versie van mezelf. Want het ene moment kan ik denken... nee, vanaf nu... Ik heb al zo vaak gezegd... ik ga een interviewstop inlassen. Want ik heb het te veel gedaan, te vaak. En dan een week later zit ik weer in Maastricht. Snap je wat ik bedoel? Ik snap het helemaal. Maar hoe komt dat?
Nou, maar jij zei net iets over ADHD. Is dat typisch ADHD, ja? Nou, weet je wat gewoon is? Zonder al te veel op het brein in te gaan. Maar we hebben de frontale kwab, de prefrontale cortex. Daar zit onze inhibitie. Daar zit onze innerlijke rem. Die kan ons stoppen. Oké. Okay. En op het moment dat je ADHD hebt, dan ben je continu op zoek naar nieuwe uitdagingen en actie. Daar werkt die rem ietsje minder goed. Dus jij zal, of iemand met ADHD, moet nog harder werken om gedisciplineerd te zijn. Ja, dus dat zie je hier ook wel een beetje. Hè? Het is heerlijk als je om ons heen kijkt. Ja. De bom is ontploft. De bom is ontploft, maar goed, alles voor de opname natuurlijk. Ja, precies. Wat heb jij voor een diagnose gehad in je leven? Eigenlijk nog geen. Er zitten wel diagnoses in mijn familie. En daardoor heb ik me wel vaker laten testen. En ik heb wel neiging tot de stoornis die mijn vader heeft. Vindt hij niet leuk dat ik dat noem, maar die is bipolair. Dat is manisch depressief. En dan heb je een dispositie kun je in je hebben. Een genetische aanleg om ook eventueel manisch depressief te worden. Ben je daar bang voor? Ja, natuurlijk. Als dat zich uit in heftige episodes zoals psychose, zoals er bij mijn vader het geval is geweest. Ja, dat wil je liever niet meemaken. Die is echt wel heel erg rock bottom geweest. Dus als ik dat kan voorkomen, heel erg graag. Alleen heeft manische depressiviteit een trigger nodig. Dus een zeer ernstige stresstrigger in je leven. Dus ik weet gewoon als geen ander, ik moet ervoor zorgen dat ik niet te zeer doorsla in mijn ook ADD-neigingen, wat ik niet heb, maar altijd maar door willen gaan. Altijd maar actie, altijd maar uitdaging, ja. Altijd maar blijven werken. Ja, maar dat was een van mijn vragen. Hoeveel stress heb jij in je leven? Je zit in de podcast Leven zonder stress. Mm-hmm. Heb jij veel stress? Positieve stress zeker, want ik vind wel dat we daar een gradatie in moeten maken. Ja. We praten altijd over stress alsof het iets negatiefs is, maar is het niet volgens jou? Nee, zeker niet. We hebben stress nodig om ook productief te kunnen zijn. Ja. Om gefocust te kunnen werken in een flow. Daar word je ook heel gelukkig van. Ja. Maar ja, dat is allemaal stress. Op het moment dat die stress omslaat in rusteloosheid, dat je gespannen bent, dat je kort lontje hebt, dat je minder goed slaapt, ja, dan moeten we echt op gaan letten. En ik heb dat absoluut ook, net als ander mens, met bepaalde pieken en dalen. Dat komt en dat gaat. Ja. Want normaal gesproken is dit het tijdstip waarop jij toch altijd een beetje aan het afschakelen bent. Dat hoorde ik je in een podcast zeggen. Je bouwt een uur in, toch, na je werkdag zo'n beetje om. Niet? Jawel, maar ik moet lachen. Dat want mijn werkdag eindigt meestal pas om 9 uur. Echt? Groot. Ja. Ja, dus ja, dat doe ik. Heel bewust. Oh, je wordt rood als je het zegt. Ja, want dan krijg je dat omdat ik daar dus heel veel commentaar op krijg tegenwoordig. Dan zou een psycholoog van de koude grond zeggen, waar ben jij voor op de vlucht, Josje? Nu ga ik jou eens even ondervragen. Nou, dat is dus precies wat jij net zei met de McDonald's. Dat ik zei van, en vanaf deze week ga ik wat minder hard werken en ik ga wat vaker nee zeggen. Eigenlijk waar ik alle mensen op coach, ja. Dat vind ik zelf heel erg lastig. Ja, want je bent een pleaser, heb je ergens. Ik ben A, een pleaser, maar B, ik vind stiekem mijn werk ook heel erg leuk. Ja. En ik denk, meen ik echt serieus, op het moment, ieder mens is op zoek naar bevestiging. En mijn werk is mijn innerlijke bevestiging. Dus misschien dat ik daarom daar soms wel wat in doorsla, denk ik dan. En dat is mijn grootste wens. Mijn doel voor 2022, om dat te veranderen. Wat moet er precies veranderd worden? Ja, dat ik ietsje minder lang werk en dat ik wat vaker nee zeg. Of dat ik hulp zoek. Dus mensen die meer voor mij kunnen doen. Wat zit je in zo'n intervisiegroep? Dat jullie coaches en psychologen praten met psychologen. Doe jij zoiets? Toevallig zit ik in een groepje. Maar dat is meer een ondernemersgroeigroepje. Maar dan word ik wel vaker met de spiegel van, ja, Josje, je blijft ook maar doorgaan. Hè? Ja. Je zegt het altijd. Ja. Maar je hebt ook een hele aanstekelijke energie. Dus ik weet ook niet of we dat nou uit jou moeten proberen te slopen. Ja, ik voel me nu ook in een positieve flow. Ja. Ik heb nu geen stress. Nee, dat zie je. Dat straal je ook uit. De relatie tussen rommel en stress, die had ik ook nog opgeschreven. Kun je ons dat nog eens uitleggen? Ook daar is onderzoek naar gedaan. En iedereen kent het gezegde wel dat een opgeruimde kamer een opgeruimd hoofd is. Maar dat blijkt dus ook echt zo te zijn. Mensen die in een rommelige omgeving werken of leven. Maar dat kan ook psychische rommel zijn. Dus dat je inbox één grote chaos is bijvoorbeeld. Ja.
die hebben dus meer adrenaline in hun systeem dan mensen die dat niet doen. Nou, hoe komt dat dan? Omdat je brein geeft potentieel gevaar aan. Dus op het moment dat je rust en ontspannen bent en je hebt overzicht. Ja. En dat is survival instinct. Je hebt overzicht, je kan je potentiële vijanden zien. Nou, dan word je daar rustig van. Op het moment dat overal iets staat en dan denk je van, oh god. Ja, dus dat is denk ik gewoon, komt gewoon uit de evolutietheorie. Ja. Ja. Mijn trucje is dan altijd, dan ben ik gestrest, zie ik allerlei tassen staan. Dan kiep ik ze maar om. Dan weet ik in ieder geval wat erin zit. Oh ja, snap je dat? Maar dan word ik rustig. En dat heb je volgens mij ook in de podcast gezegd. Dus ik doe dat toch goed. Van het opruimen. En weer een soort van, oké, dat hoort in die tas, dat hoort in die tas. Precies. Net zoals vroeger ik met Lego steentjes alles op kleur ging sorteren. Ja. Och, rustiger kon je me niet krijgen. Ja, maar dan zorg je, dat zijn dus heel vaak mensen die heel veel behoefte hebben aan orde en structuur. Die gaan juist dat soort dingen doen, inderdaad, om heel erg, hoe noem je dat, gefingeerd of die orde en structuur in hun leven aan te brengen. Ja. Word jij hier nu dan onrustig van, dat hier overal wat licht in staat? Ja, nee, ik denk dat ik echt wel heel flexibel ben en daar goed mee om kan gaan. Maar ik weet wel zeker dat als jij straks weg bent, dan ruim ik even op. Ja, ja. Maar goed, als mijn spullen hier weg zijn, dan is de helft al. Nou, sterker nog, mensen komen vaak in mijn huis en dan krijg ik altijd verbaasde reacties als de eerste keer. Wat is het hier opgeruimd? Ja, ja. Want die denken als ze mij leren kennen, nou, dat is zo chaot. Ja. Maar dat is compensatiegedrag, noemen we dat. Oké, ja. Hey, en is cortisol nou de vijand? Dat is ook zo'n stresshormoon, yes, toch? Wat doet dat? Ik heb begrepen dat heb je nodig ook als je opstaat. Dan activeert cortisol jou. Ja, hè? Precies. Dat zorgt ervoor dat je in de actiestand komt. Dus ja, dat is goed. Dat is helemaal goed. Dat is dus het onderscheid wat ik net maakte tussen die goede positieve stress en negatieve stress. Alleen omdat wij mensen nu in een maatschappij leven waar er heel veel meer verwacht wordt dan pak een beet 10.000 jaar geleden. Zijn we doorgeschoten in de actiestand komen. We willen nog productiever worden. We willen nog meer output leveren. En dat wordt ook van onze werkgevers verwacht. Dus we moeten continu pieken, resultaten geven. Nou, en als je te lang in die cortisolstand blijft hangen, nou, op een gegeven moment zakt dat niveau niet meer terug. En dan hebben we wel een probleem, want dan heb je dus met negatieve stress te maken. Chronische stress ook wel genoemd, hè? Nu heb ik zelf twee keer een burn-out gehad. Ben jij daar bang voor? Ligt dat op de loer bij jou? Een business burn-out of zo? Wat ik aangaf, dat ik dus heel erg alert moet zijn op echte stressors. Na de geboorte van mijn eerste kind had ik echt wel iets wat je misschien een postnatale depressie zou kunnen noemen. Ja. / burn-out. Postpartum. Postpartum. Ik was meer in shock van, oh mijn god, ik dacht mijn leven, dat draai ik wel door. Op de manier zo, ja, heel naïef, heel blond misschien. Maar dat werkte zo niet. Een baby was toch meer, dat had, ja, het ontnam me mijn vrijheid. Ik denk dat het mijn controle ontnam. Dat het vooral was. Nou, op het moment dat ik dat besefte en realiseerde, en toen ben ik op een andere manier controle gaan pakken, toen kwam het wel weer helemaal goed. Mm-hmm. Maar ik weet wel precies nu welke indicatoren, welke dingen er zijn, welke triggers er zijn waar ik op moet letten om dan te voorkomen dat ik opnieuw ergens in zak. Ja. En bij mij is dat bijvoorbeeld dat ik minder goed ga slapen. Zodra ik minder goed ga slapen, dan weet ik ding, ding, ding. Yes. En dan lig je lang wakker of word je wakker na een uur of vier? Of, Dat kan van alles zijn, maar dat je dan niet meer meteen in slaap valt, maar dat het malen begint, dat je gaat piekeren. Nou, dan denk je van, oh. En het mooie is, want ik pieker nooit heel bewust over iets. Dat is een beetje zo'n grijs gebied. Maar ik denk dan, wat is er aan de hand? Er is blijkbaar iets aan de hand. Mm-hmm. Want een psycholoog gaat altijd graven. Ik denk altijd, dat is een hele heftige oorzaak. Maar ik ben er dus achter gekomen, mede door mijn eigen postpartum depressie. Dat het iets heel simpels kan zijn, wat je helemaal uit evenwicht brengt. Dus, dan ben je overgevoelig, zeggen we dan. Overgevoelig, ja, dat denk ik zeker. En ik heb een dispositie. Ja. Ja. Nou, niet nu, maar toen, na die geboorte. Maar het lijkt me ook logisch als er een ander mens uit je komt. Dat doet nogal wat met zo'n systeem. Ik bedoel, je moet toch ook heel fijngevoelig met zo'n wezentje omgaan om het aan te voelen en zo, wat het nodig heeft. Of... Ja, dat. Maar denk je niet dat het ook gewoon te maken heeft op het moment dat jij, en dat zie ik heel veel bij jonge moeders,
je wil het allemaal zo goed mogelijk doen. Ja, en ook pieken in het moederschap. Ja, want je bent ook een perfectionist, hè? Jazeker. Pleaser, perfectionist. Ja, ja. Ik heb alle ingrediënten wat eigenlijk de mensen die ik begeleid ook hebben. Ja. Maar dat maakt je ook een goede psycholoog, denk ik. Want je herkent het, hè? Mm-hmm. En je geeft je beste advies vaak weg. Ja. Nu zit ik hier met een gelukspsycholoog. Josje Smeets is haar naam. Ben jij veel ongelukkig geweest? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, misschien toen na de geboorte van mijn dochter, dat ik echt even... Maar toen heb ik ook echt 2 jaar niet geslapen. Oh. En dan heb ik het echt over 1 uurtje per nacht. En dat lag niet aan mijn dochter, want zij sliep gewoon door. Als een roosje. Het is nu 16 jaar geleden dus. En toen had ik wel zoiets van... Oh, als je niet meer slaapt, Patrick, ben ik echt serieus, dan schiet me maar lek. Ja. Dan kun je gewoon niks meer. En dat is denk ik een periode waar ik wat minder happy was. Maar over het algemeen denk ik dat ik heel positief ben. Ja? En, ja. Maar je zei ook ergens, gelukkige mensen zijn saaie mensen. Nou, ik ken jou nog een klein uurtje. Je bent verre van saai. Ja. Kun je dat eens uitleggen hoe dat komt? Nou, dat is dus weer dat korte termijn geluk en het lange termijn geluk. Dus ik ben dus denk ik vooral iemand die heel goed kan pieken en heel veel plezier kan hebben en echt kan genieten van het leven. Heel belangrijk, want het is en-en. Je kan niet en alleen maar focussen op lange termijn geluk en korte termijn geluk. Je hebt dus die mengelmoes nodig. Mm-hmm. Maar ik ben er wel van overtuigd dat mensen die dus veel meer inzetten op... dat mindful zijn, dat leven in het hier en nu, gewoon tevreden zijn met datgene wat je hebt. Dat zijn de mensen die zijn stabieler. Die pieken minder en die zijn gewoon altijd gewoon happy. Die geven het leven altijd een 8. Nou ja, ondanks de omstandigheden. Ondanks de omstandigheden, ja. Ze kunnen daar gewoon heel stabiel mee omgaan en nadenken van... oh ja, nou ja, dat valt misschien wat tegen, maar... Ik heb een partner thuis zitten, die is zo. Ja. Oh, lekker. Ja, nou, ik krijg er soms... Ja? Ja, waarom? Hoe krijg je dat voor elkaar? Om ook nu weer, dus... Maar dat is heel mooi. Hij is het perfecte voorbeeld van hoe je geluk zelf kan maken. Ja, want we zitten hier in Limburg. We hebben hier overstromingen gehad een tijdje terug. Mm-hmm. Krijg je mensen hier over de vloer die zoiets meegemaakt hebben? Ja. Ja, en je huis is toch je veilige haven. Hoe ga je daar dan mee om? Ga dan maar eens gelukkig zitten zijn in je lieslaarzen, in je eigen huis dat onder water staat. Nou, ik heb toevallig iemand gesproken die dus echt 's nachts haar kind uit bed heeft moeten tillen. Toen het water aan het bedje kwam, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is een trauma wat je dan oploopt. En daar kun je niet 1, 2, 3 mee omgaan. Daar moeten we, daar heb je eigenlijk niet alleen een gelukspsycholoog voor nodig. Maar dan zul je therapie met een trauma-expert aan de slag moeten. Maar... deze dame heeft het toevallig opgelost door boven mijn berg te gaan wonen. Ze is gewoon verhuisd. Oh ja, dat die kan denkt, ook. Dat overkomt mij niet meer. Nog een keer, ja. Nee, dus zij heeft op die manier weer controle gepakt, om het zomaar te zeggen. Maar over het algemeen, om over een trauma heen te komen, dat is niet 1, 2, 3. Dat kun je dus niet zomaar met wat... Door jouw boek te lezen of zo, dat beweer jij ook niet, hè? Nee, helemaal niet. Dan sterker nog, ik zou dan juist zeggen van ga dan met een goede therapeut praten en dan ga een stukje cognitieve gedragstherapie of EMDR. Het werkt ongelooflijk goed tegen opgelopen trauma's. Ja. Dat je die emotionele lading ervan afhaalt. Met klikken of met lampje, geloof ik. Met lampjes, yes. Ja. Even een gekke vraag. Zitten hier pennen in? Ik heb een pen nodig. Ja, in de onderste la. In dat mapje. Oh, ik ben nu toch niet in je... Is dit in dit mapje? Ja, daar zitten pennen in. Ja, en ik heb even een pen nodig, want ik raak het overzicht kwijt. Ik heb 3 A4'tjes met vragen hier. Ja. En als ik thuis een interview doe, dan streep ik altijd netjes af... Wat je welke vragen ik gehad heb. En dit is niet je make-up tas. Wat zit hier voor een leuke pen in? Ja, leuk hè? Is dit een pen? Ja, dat is een gelukspen. Oké, nou hier. Ik laat hem even zien even de camera. Ja, nou, fantastisch. Daar word je toch blij van. Ja, daar word je blij van. Ik word bijvoorbeeld blij van naar de Action gaan. Ja. En nu moet ik opletten dat ik daar geen koopverslavingen over hou. Want ik heb thuis nog, ik moet niet liegen, maar ik heb zeker nog 15 à 20 artikelen. Meer, 100 misschien, als je alle kleine dingetjes meetelt. Maar 15 tot 20 dingen die toch zeker 2, 3 tientjes gekost hebben, zitten nog in de verpakking.
En die liggen bij mij op mijn kantoortje. Ja. En dat heeft me bij het kopen natuurlijk die beloning gegeven. Ja, zeker. Je kent dat. En die inhibitie werkt wat minder goed. Oh, ja. Lekker, kom je ermee. En nu, wat ik de laatste tijd maar doe, ik geef het maar gewoon weg. Weet je, dan ga ik ergens op visite en dan weet ik van, nou, die mensen hebben, weet ik het, een hond. En dan heb ik toevallig ook dus een hondenmand gekocht. En dan neem ik die hondenmand maar gewoon voor ze mee. Heerlijk. Ja, dan is dat daar maar. Dan is er toch nog een leuke bestemming gekregen. Maar ja. Ik moet daar denk ik wel voor opletten, of niet? Want voor hetzelfde geld slaat het om in een gokverslaving. En sta ik daar de hele dag knaken in die kras te gooien. Ja, het is eigenlijk gewoon weer hetzelfde als die social media verslaving. Elke vorm van die ons die dopamine piekjes geven op de korte termijn. En dat is ook kopen. Zoals vrouwen heel vaak kleren kopen. Nou, jij gaat lekker naar de action. Ja. Dat is inderdaad verslavingsgevoelig. Waardoor je pleziercentrum, de nucleus accumbens noemen we hem. Ja. Gewoon heel erg aangaat. En heel veel van die signaaltjes vrijgeeft. Op de korte termijn weliswaar weer. Dus eigenlijk zodra je thuis komt, dan is het ongeveer alweer gezakt. En het maakt me zelfs een beetje ongelukkig, want dan ligt het daar maar weer. En het is natuurlijk niet leuk om te zien dat je je hele kamer volop liggen met spullen die je niet eens uitpakt. En bewaar je de bonnetjes niet. Je kan ook teruggaan, hè, Patrick? Ja. Nou, ik heb ooit eens in die aflevering van Dennis, Adia Dennis, gezeten. Ja, oké. En daar gingen ze ook met mij naar de action toe. Ja, en fantastisch. En dan moesten ze lachen dat ik op de helft meestal een karretje bij ging halen, omdat er niet zoveel in dat karretje past. Ik heb zelfs een keer die baas van de action in Nederland gemaild. Zeg, jongens, die karren moeten groter. Ja, dat, ik weet het. Vooral met de kerst. Je legt er één poef in en een kerstman en het karretje is vol. Maar wat zou jouw advies als coach dan zijn aan mij? Niet meer naar de action, zou je het me verbieden? Of werkt dat niet? Nou, je moet kleine stapjes nemen. Cold turkey ergens mee stoppen, dat lukt niet. Alleen, jij zou veel meer in moeten zetten op dat lange termijn gelukshormoon, dus die serotonine. Maar hoe doe ik dat dan? Dat is, ten eerste moet je meer gedisciplineerd zijn. Dus je moet veel meer bewust die frontale kwab gaan aanspreken. En dat kun je heel gemakkelijk doen door een als-dan boodschap uit te spreken. Dus er heel veel neuropsychologen die zijn er nu na aan denken van, hoe kunnen we gedrag dan wel effectief veranderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet meer naar die action gaan? Ja. Nou, een brein is een gewoontedier en die kan dus eigenlijk met hele makkelijke opdrachten die je het brein geeft, daar gaan wij op aan. En de als-dan opdracht blijkt het meest effectief. Dus als ik de neiging heb om naar de action te gaan, dan, nou, wat zou je kunnen doen in plaats daarvan? Dan ga ik naar bol.com en dan bestel ik daar iets. Dat is natuurlijk ook geen iets wat je niet wil. Dan, nee, want dat is een goed alternatief. Nee, ja, goed alternatief is natuurlijk, weet ik ook, een wandeling maken, lekker koken. Kijk, dat langdurige geluk, daar ben ik inderdaad wel benieuwd naar. Nou, wat geeft dat dan wel? Ja, een stabiele relatie, een liefdesrelatie. Nou, die heb ik nu niet. Mm-hmm. Een vaste werkplek met leuke collega's heb ik ook niet. Ik ben ZZP'er. Warme banden met je familie. Daar hebben we het een andere keer over. Ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja, ik heb geen ruzie met de familie. Maar daar is ook wel wat een en ander aan de hand. Daar heb ik het al eerder in deze podcastreeks over gehad. Waar haal jij? Kijk, je hebt ook makkelijk praten, hè, Josje. Je hebt twee dotjes van kinderen. Je bent al jarenlang gelukkig getrouwd. Je hebt een vaste. Wie zegt dat het altijd gelukkig getrouwd is? Dat is nee, maar ik denk, maar zijn dit wel de dingen? Ja, precies, dat is waar. Maar zijn dit wel de dingen die wel voor dat langdurige geluk uiteindelijk zorgen? Nee. Niet? Nee. Wat ik bedoel met langdurig geluk is dat je gewoon tevreden bent met wat je hebt. Of dat nu gelukkig getrouwd is of single zijn is. Oké, ja. Daar zit het langdurige geluk in, dat je niet altijd maar verlangt naar meer. Ja, en dus anders meer. En meer spullen van de action. Ja. Juist tevreden zijn met wat je hebt. Ja. En ik denk, Patrick, ik ken je nu een uurtje of zo, dat voor jou misschien ook wel eens een langetermijn geluk zou kunnen zijn. Die rust in je hoofd. Nee, natuurlijk. Ik merk ook dat het beëindigen van de vorige liefdesrelatie ook rust heeft gegeven, want ja, het maakte ook ongelukkig op bepaalde niveaus. Mm-hmm, ja. Dus het geeft ook rust. Maar ja, langs de andere kant ga je inderdaad dat stemmetje ook horen. Ja, nou, dan heb je het weer goed voor elkaar. Hè? Ben je bijna 48, zit je dan weer in je eentje in Vinkeveen in dat veel te grote huis. Ja, als ik naar die stemmetjes ga luisteren, ben ik binnen no time ongelukkig. Ja, maar die stemmetjes, die hebben bij jou dus de overhand. Dus misschien zou je eens een keer wat aan die stemmetjes kunnen doen. Oh, daar is iets aan te doen. Ja, zeker. Wat bijvoorbeeld? Nou,
En dan komen we meer op het gebied van de echte psychologie, van de cognitieve gedragstherapie. Ja. We noemen ze belemmerende overtuigingen. Er zijn natuurlijk door je jeugd, misschien wel de banden met je familie, ja, waar je het nu niet over wil hebben. Nou ja. Daar zijn bepaalde overtuigingen die zo vastgeroest zitten, ja, dat ze heel moeilijk het hoofd te bieden zijn. En jij probeert dat te compenseren door maar op de korte termijn goede dingen te doen, om misschien maar over jezelf ook een goed gevoel te krijgen. Ja. Ja. Ja, en daar zou je dan echt mee aan de slag. Dan moeten we een stapje verder gaan. Ja, nu heb ik mij heel erg in de spiritualiteit gevonden. Hè. Mm-hmm. Ook honderden mensen over geïnterviewd. En een man als Eckhart Tolle, die meen ik toch gewoon te hebben horen zeggen, de schrijver van Kracht van het Nu, hè, ja, mm-hmm, dat eigenlijk ieder zelfbeeld negatief is. Mm-hmm. Omdat het een verzameling overtuigingen over jezelf is, ja, die in de loop der tijd hebt opgelopen. Mm-hmm. En je kan het wel weer gaan vervangen door een positief zelfbeeld. Maar volgens hem is het beter om helemaal geen beeld van jezelf te maken. Ja. Ben je dat met hem eens? Nou, ik ben echt een fan van Eckhart Tolle. Mm-hmm. En ik denk dat hij op een bepaald niveau ook absoluut gelijk heeft. Van, ben daar lekker neutraal over. Dan zijn we weer van, ben maar gewoon tevreden, ja, met het hier en, ja, nu. Dat is ook dat lange termijn, ja, geluk. Maar ik ben er ook van overtuigd dat bij sommige mensen dat negatieve zelfbeeld nog wel veel negatiever zijn. En deze mensen die leven eigenlijk in dienst van anderen, als in die externe validatie. Ja. Continu maar bevestiging, ja, van buitenaf. Ik ben wel goed genoeg. Ja, sommige mensen die slaan daar volledig in door. En ik noem mijzelf wel vaker pleasend, maar ik weet 100% zeker, ja, dat ik ook mijn grenzen kan aangeven. Sommige mensen zijn grenzeloos. Die kunnen dat echt niet. Nou, daarvan heb ik zoiets van, laten we daar dan iets aan doen. Dat, ja, het toch ietsje minder negatief wordt. Ga eens opnieuw naar jezelf kijken. Wie heeft ooit gezegd dat jij niet goed of leuk genoeg bent? Ja, ik heb mijn vader daar lang de schuld van gegeven. Hè? Dat ik, mm-hmm, die uitspraak in mijn jeugd als, komt toch nooit wat van jou terecht. En als jij zo doorgaat, ga je het huis uit en weet ik wel. Maar daar ben ik inmiddels wel mee opgehouden met, mm-hmm, met het vingertje wijzen. Fijn, gelukkig. Ja, dat is al één stap. Maar ik ben ook helemaal niet zo negatief over mezelf. Alleen, ja, ik ben wel misschien, kan je ook dopamine verslaafd zijn? Dat je gewoon die korte kick, dat je die gewoon, weet je, als je mij de keuze geeft tussen ergens naar een restaurant gaan, een half uur moeten wachten en dan een hele lekkere hamburger krijgen, mm-hmm, of de McDrive inrijden en binnen 5 minuten een slappe hamburger krijgen, kies ik voor dat laatste. Ja, maar dan zeker. Dopamineverslaving is juist een verslaving. Dat is de grootste verslaving van deze huidige maatschappij. Ja. En sommige mensen zijn nog gevoeliger en die vinden het nog lastiger om die frontale kwab aan te spreken. Ja. En daar zou je op moeten inzetten door kleine stapjes te nemen. Dus jij weet wel dat je wandelen moet doen, maar het gaat mij veel meer erom, wat gaat er nou voor zorgen dat je die wandeling ook daadwerkelijk gaat maken? Nou, als ik iets op de bus moet doen, het moet voor mij nut hebben. Dus dan denk ik, nou, dan gaan we wandelen, maar dan wandelen we wel naar de brievenbus. Oh, heerlijk, Patrick. Je lijkt heel veel op mij. Dat doe ik dus ook. Ja, dat moet functioneel zijn. Ik ga toch niet zomaar wandelen om het wandelen? Maar waarom moet het functioneel zijn? Ja, maar dat geeft me dan weer een goed gevoel. Dan denk ik, ha, kan weer iets op mijn to-do-lijstje afvinken. Brievenbus, post weggebracht, vinkje. Ja, maar een goed gevoel over jezelf? Ja, nou ja, daar laat ik mijn goede gevoel dan van afhangen of zo. Dan denk, precies. Kijk maar eens wat ik vandaag allemaal weer gepresteerd heb. Ja, maar jij haalt je goede gevoel dus ook uit je prestatie, ja, en uit allemaal, ja, dingetjes, ja, van, ja, buitenaf. En dat is uit jezelf te halen. Ja, nou, als je spiritueel bent, dan weet je net, ja, zo goed als ik, ja, dat, ik dat met meditatie bijvoorbeeld je heel veel kracht uit jezelf, ja, kan halen. Ja. Ja. Nou, er zijn dus ook van die spirituele figuren die mij vertellen dat geluk onze basisinstelling is. Mm-hmm. Ben je dat met ze eens? Dat geluk, dat wij eigenlijk als geluk op aarde komen en dat er alleen maar wolken voor de zon kunnen komen, maar dat geluk, dat is er eigenlijk, dat zit er gewoon. Dat raken we niet kwijt. Ja, dat is het stukje dat ik heilig geloof, en de wetenschap gelukkig met mij, dat een deel van het geluk maakbaar is. Ja, dat moet eigenlijk er wel vanuit gaan dat er geluk, dat er gewoon is. Ja. Dat je het alleen moet kunnen zien. Ja, het is er gratis en voor niks. Het zit al in ons. Ja. Alleen, dingen kunnen dat vertroebelen. Dingen kunnen ons ongelukkig maken. En we zorgen ervoor dat we een bepaald gedrag vertonen, waardoor we continu genot boven geluk plaatsen. Oh.
Aha. En genot is weer dopamine. Ja. Dat is, we verwarren het gewoon. We denken, oh, dat geeft ons een geluksgevoel. Ja, ja, ja. Maar dat is genot, wat we voelen. Dat is plezier. Dat is anders dan geluk. Ja, Jan van Delden, die heb ik 10 keer geïnterviewd. Dat is een beetje mijn spirituele guru. Die zegt altijd, het wegvallen van het verlangen zorgt ervoor dat dat geluk eigenlijk weer automatisch... Precies. Hup, daar is het weer. Ja. Maar dan denk ik dat dat komt inderdaad door dat stuk chocola. Ik denk dat dat komt omdat jij nu leuk naar mij kijkt. Maar dan is het gewoon dat ik even dat verlangen kwijt ben dat ik iets nodig heb of zo, toch? Jij moet mij aardig vinden of ik moet chocola eten of... Maar ik vind dat je heel goed van de chocola af kan blijven. Ja, goed hè? Ja, zeker. Nou, wacht maar tot de camera dadelijk uitstaat. Oké, heel goed. Mooi. ik wil nog even terugkomen op de seks. Oh. Want jij zei in het begin, we moeten opletten met seks. Maar ik vind dat je juist de andere kant op, dat seks ook heel belangrijk is. Je kan ook niet geen seks hebben. Want tegenwoordig is heel veel onderzoek gedaan dat we steeds minder seks hebben. Ja, en dat vind jij erg? Dat vind ik een heel ernstige ontwikkeling. Ja. Want op het moment dat je intimiteit en die oprechte sociale verbinding tussen mensen wil creëren en zeker tussen liefdespartners, dan zul je toch ook echt seks moeten hebben. Want dat zorgt niet alleen voor die dopamine kick, maar vooral ook voor die oxytocine. En bij vrouwen al helemaal. Ja. Daar speelt oxytocine veel meer een rol dan de dopamine. En het zijn juist de vrouwen waarvan gezegd wordt, of dat zo is, weet ik natuurlijk niet, maar dat ze minder vaak seks zouden willen hebben dan de man. Ja. Echt een ernstige ontwikkeling. En hoe vaak moet dat dan? Eén keer per maand? Te weinig? Nee, dat is echt te weinig. Twee keer per maand? Nou, het is subjectief, hè? Waar je behoefte aan hebt. Maar ik zou toch absoluut aanraden dat je minimaal 1 keer per week toch eens even nader tot je partner komt, om het zo maar te zeggen. Ja, ik heb nu geen partner, dus... En geldt dat ook voor masturbatie dan? Is dat totaal iets anders? Want daar krijg je weer die kick van. Dat is toch wat anders. Dat is echt die oerdrive. Daar komt geen oxytocine bij vrij. Nee. Niet, waar ik op zoek naar ben is verbinding. En om echt verbonden te voelen en intiem. Dat is een van de 3 pijlers van een langdurige relatie. En daar is toch echt seks ook voor nodig. Maar dat hebben wij nu toch ook. We hebben geen seks, maar we hebben wel verbinding. En het is best een intiem gesprek. Dus ja, zeker. Komt hier dan niet ook dat stofje door vrij? Jawel, die oxytocine komt wel vrij. Alleen dat ik die hele diepe connectie en verbinding... En nou ja, dan zouden we gewoon even samen hier op de mat moeten gaan liggen. Nee, daar is meer voor nodig. Ja. Maar dan komt ook het stukje passie. Dat hoort ook nog bij die liefdesdriehoek. Ja. Die is dan ook nog heel erg belangrijk. Dus, en dat krijg je dus ook met seks. Daar komt natuurlijk ook die passie vrij. Ja. Ik zit even te denken... kun je het ook omdraaien? Als je ongelukkig bent, heb je niet veel zin in seks. Hè? Want dan staat je hoofd er gewoon niet naar. Wat voor een advies geef je mensen die met die klacht komen? Zeg je, maar ik ben helemaal niet in de stemming. Nou, dan maak je die stemming maar. Echt? Doe je maar. Ja, want dat is even heel leuk dat je dat aanhaalt. We weten dat positiviteit bijvoorbeeld, dat een enorme geluksbevorderaar is. Mm-hmm. Dus je hebt van die lachworkshops, zelfs als mensen nep gaan lachen. Ja, ja, komt dat al vrij. Ja, dan komt er een signaal naar je hersenen, er is iets leuks aan de hand. Dus met botox weten we ook, als dames veel botox gebruiken en ze trekken alles strak, nou dan komen er minder signalen naar de hersenen. Wow. En we weten dat er veel vrouwen zijn die depressief raken door botox. Dat wordt niet in de media onthuld. Nou, fijn dat jij het een keer zegt dan. Ja, tenzij je mondhoeken omhoog laat trekken, dan word je dus weer gelukkiger door de botox. Dus doe dat vooral. Maar zo werkt het dus ook met seks. Op het moment dat jij seks gaat hebben, dan denkt je brein, oh, volgens mij is er iets heel leuks aan de gang. En dan komen dus die stofjes vrij, die dopamine en ook die endorfine en die oxytocine, waardoor je vanzelf weer zin krijgt in seks. Dus het is kip en het ei verhaal. Dus je moet gewoon ergens wel de ruimte creëren om dan maar gewoon seks te gaan hebben. Oké, dus dat is een van de belangrijke dingen in een sowieso als je een relatie hebt. Dus en als je geen relatie hebt, moet je dan maar de hele avond zitten tinderen om die seks over de vloer te krijgen.
heerlijk. Nou ja, eigenlijk, ja. Je moet er wel zorgen dat je inderdaad wel ruimte maakt voor seks. Dat zei mijn moeder vroeger ook. Weet je wat jij moet doen, Josje? Zoek je maar eens een vent. Jij hebt seks nodig. Ja, ja, heerlijk, ja. Oké, okay, nou, maar het is fijn dat om een keer uit de, zeker in deze tijden van Me Too en zo, om dat eens een keer uit de mond van een vrouw te horen. Ja. Even kijken, wat had ik nou nog genoteerd? Je hebt pubers in huis, hè? Yes. Zijn die niet standaard ongelukkig, pubers? Nou, dat is toevallig zei mijn dochter gisteren nog van... Oh ja, ja, nee, maar ja, we zijn natuurlijk allemaal een beetje depressief. Want ja, dat hoort erbij, hè? Het is ook gewoon een beetje een trend. Ja, van, als jij lekker depri bent en wie is het meest depressief? Ja, lekker zwartgallig, zwarte kleren. Ja, heerlijk. Een beetje gothic zijn met z'n allen. Ja. Natuurlijk, pubers die zitten in een identiteitscrisis. Wie ben ik nou echt en waar hoor ik nou bij en ben ik wel geliefd? Maar ik wil niet zeggen dat puberteit één op één ook depressiviteit... nee, dat helemaal niet. Alhoewel nu wel met die COVID eroverheen... dat er minder ruimte is geweest voor sociaal te verbinden... waardoor meer isolement, zien we wel... dat er veel meer depressies en zelfs suicidaliteit is. Ja. Triest, maar goed dat het bijna allemaal achter de rug is, hè? Gelukkig maar. Ja. Ik zie jou hier ook niet. Hier komen geen mensen met een mondkapje op. Hoe heb jij dat gedaan dan hier? Hoe bedoel je? Ja, met de contact, anderhalve meter. We zitten nu ook een stukje uit elkaar. Ja. Ben jij daar heel streng op geweest? Of dacht je op een gegeven moment ook, ja, het kost me te veel. Ik wil mensen gewoon kunnen zien en voelen. Wat denk je? Doe eens een gokje. Ja, ik denk dat laatste. Ik heb me wel netjes aan de regels gehouden, hoor. Ook uit respect voor anderen. Ja. Maar ik heb wel... ik neig nu heel erg naar... van laat het alsjeblieft gewoon allemaal gaan. Het is... COVID is er en het zal ook nooit meer weggaan. En ik vind de kosten die er nu zijn qua mentale problematiek, die is te groot. We moeten nu gewoon weer terug naar lekker knuffelen en lekker elkaar in de ogen kijken. En in een dampende kroeg met de damp op de ramen. Ja. Dat is heel erg nodig. Ja. Ik zit te denken, je hebt me nu geadviseerd dat ik meer seks moet hebben. Oh god. Ja, ja. Moet ik dan rechtstreeks dadelijk naar de eerste de beste parenclub, nachtclub of seksclub? Want dat is toch niet hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Betaalde liefde is toch, dat gaat toch. Nee, zeker niet. Want daar, je moet wel echt een band met iemand voelen. Dus om die oprechte sociale verbinding, die intimiteit te voelen... Ja. Dan moet je dus eerst een band creëren. Ja. Dus wij moeten eerst het gesprek met elkaar aangaan. En daten. En, ja, precies. Elkaar in de ogen kijken. Ja. Eens knuffelen. Een beetje spanning. Dat zoenen, moet opbouwen. Aftasten, ja. Ja, en dan komt dus... Heel goed. Dus. We gaan niet naar de hoeren. Hoor je dat? Ja, nou, want anders... ja, als jij een dopamine kick nodig hebt. Nee, maar been there, done that. Dat is de, daar ga je ook alleen maar eenzamer van voelen. Mm-hmm. Even kijken, wat had ik nou nog? Chief Happiness Officer. Dat is ook helemaal in, hè, in bedrijven. Ja. Ben je daar een voorstander? Van? Als een bedrijf gewoon daardoor meer aandacht geeft aan het stukje werkgeluk en de mentale gezondheid van de medewerkers, 100%. Ja. Als het alleen maar is van, we gaan iedere dag met z'n allen pingpongen, dan zetten we weer meer in op dat werkplezier. Wat trouwens ook heel belangrijk is, hoor, maar dat is niet per se nodig. Dat werkplezier kun je ook zelf maken. Ja. Door zelf dat praatje bij de koffieautomaat te maken. Maar ik vind het wel een goede ontwikkeling dat we nu nadenken, zeker nu er ongelooflijk veel verloop is in bedrijven en ook veel ziekteverzuim, om eens na te denken van, goh, hoe kunnen we die mensen nou intrinsiek motiveren? Ja. Want de mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, nou, die willen dus ook langer ergens blijven werken. Hier ga je meer op in de WorkJuice podcast. Yes. Hè? Mm-hmm. We gaan even afscheid nemen van de YouTube-kijkers, want meestal na een uurtje... Dan houdt de camera ermee op. Dus dan weet je dat. Als je de rest van dit gesprek wil horen... Ga naar Leven Zonder Stress, de podcast. Mm-hmm. Ik moet sowieso even weten hoe laat het is. Hangt hier ergens een klok? Nou, ik hoor de kerkklok weer. Het is nu 5:15. 5:15 al? Ja, niet te geloven. Het is te gezellig in Limburg. Ja, maar ik moet 7:00 nog ergens een tasje ophalen. Oké. Okay. Van Too Good To Go. Ken je dat ook? Daar word ik nou blij van. Ik ken Too Good To Go niet. Is dat iets randstedelijks? Nee, dat is hier ook. Het is een app, die zet je op je telefoon. Ja? En daarmee help je mee tegen voedselverspilling. Oh, wat goed. Dus heel veel supermarkten doen daaraan mee. Dan mag je voor €5 een tasje gaan ophalen. Wel tussen een bepaald tijdstip, in dit geval tussen 5 en 7:00. En dat tasje zit de producten in, die kun je vandaag en morgen nog makkelijk gebruiken.
En heb je voor €5 een hele... Waarom weet ik dat niet? Oh, wat leuk. Hey, zet hem erop. Dat is bedacht door de mensen achter Spotify. Too Good To Go. Oh, fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Ja. Maar waar ga je dat tasje dan... Nou, nee, dat moet ik ophalen langs de snelweg hier ergens. Dus nee, dat heb ik dan zelf gewoon. Oh, dat neem je zelf? Oh ja, ja. Oké. Ik dacht, je gaat dan weer naar behoeftig mensen. Nee, dat is gewoon een tasje. Daar zit niet. Er zit gewoon 6 of 7 producten in voor €5. Nou, sowieso voor mensen die nu met deze inflatie boodschappen veel te duur vinden. Maar ik word namelijk ook heel blij van delen. Mm-hmm. Hè, dat is volgens mij toch ook logisch. Hè? Ja. Ik vind dit leuk om te doen. We geven iets aan elkaar. We hebben Wordt ook blij van koopjes scoren. Ja, tuurlijk. Met die Too Good To Go is ook dat ik denk, ik heb weer geboft. Ja, dat bedoel ik. Ja, net als de action. Maar, dan durf ik toch te zeggen, dan denk ik van dat is dan toch fijn dat iets wat anders weggegooid werd, nu toch weer waarde heeft. Ja, dus, ben ik helemaal met je eens. Ja. En dat je dan toch weer iets van goed doet. Trouwens, dat is ook een geluksbevorderaar, hè? Iets goed doen voor een ander. Ik geloof je, en wie goed doet, goed ontmoet. Yes, helemaal waar. 1-op-1? Hoe bedoel je 1-op-1? Nou, of komt dat soms ook in andere vormen bij je terug? Maar dan komen we een beetje in de spirituele hoek van dingen als karma. Hè? Dat ik, als ik gewoon heel positief in het leven sta. Ik help jou, ik help hem, ik help haar. Nou, dan hoeft het niet per se van die 3 terug te komen. Maar dan kan het ook best zijn dat ik dadelijk geholpen wordt als ik ergens met een lekke band sta of zo. Dat iets in beweging brengt. Ja, die positieve energie, denk ik ook. Ja, denk ik wel. Alleen wat in de wetenschap ons onderzocht is, is dus gewoon dat stukje altruïsme. Als jij iets belangeloos iets doet voor een ander, daar krijg je niet alleen die ander een goed gevoel van, maar jij ook van jezelf. Dat je iets denkt van, ik heb weer iets goeds gedaan vandaag voor de wereld. Dat stukje een bijdrage leveren. Maar dan zit je dus veel meer op dat stukje langetermijn geluk. Wat is mijn functie eigenlijk in het leven? Ja. Wat is mijn levensdoel, mijn levensmissie? Nou, dat is een van de dingen waar je, als je echt tijd hebt, daar moet je ook echt eens over nadenken. Ondanks dat het bijvoorbeeld vrijwilligerswerk is, dat het geen geld oplevert. Ja, zeker, juist dan. Ja? Ja. Belangeloos, zei je net. Ja, hè? Precies. We hebben het alleen nu nog over dopamine en zo gehad en die korte termijn tips. Maar het echte lange termijn geluk ga je vinden in, wat is mijn levensmissie dan? Wat is mijn levensdoel? Waarvoor ben ik hier op aarde? Is daar achter te komen? Natuurlijk niet 100%, maar je kan wel een richting bepalen. Dat je een beetje een idee hebt van, nou, waarvoor ben ik nu hier? En dat heeft met je talenten te maken, dat heeft met je stukje persoonlijkheid te maken. Ik bedoel, als jij enorm goed bent met cijfers, dan is het misschien minder logisch dat jij in de zorg gaat werken en met andere mensen gaat helpen. Ja. Dus daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Dus je kan een soort van richting bepalen. En in dat veld proberen je footprint achter te laten. Maar volgens mij doe ik dat bijvoorbeeld al door deze gesprekken te voeren. Jij doet dat zeker, maar de luisteraars misschien nog niet. Nee, precies. Ja. Nee, maar dan kun je dus alleen maar zelf achterkomen. Je hebt toch ook zo'n talentenspel? Of je hebt daar toch ook methodes voor waarmee je dat bij jezelf omhoog kan krijgen? Zeker, of lees mijn boek. Ja, staan er tips over? Ja, sterker nog, eigenlijk gaat het boek daar alleen maar over. Ja. Van hoe kom je nu achter je eigen levensdoel? Zelfonderzoek. Ja, zelfonderzoek. En daar is dus achtergekomen en het boek Happy in 100 dagen helpt daaraan mee. Yes. Ik wou nog even de zelfverbeteringshype bij je te berde brengen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk heel veel podcasts nu. Leef je mooiste leven. Mm-hmm. 365 dagen succesvol. Alles beter, 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 beter. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ik het antwoord al weet. Ik wil niet een open deur intrappen. Maar maakt dat juist ongelukkig? Jezelf de hele dag willen verbeteren? Of voel je er toch wel wat voor? Het is heel verleidelijk, hè? Om dat altijd maar te willen. En alleen dan haal je het weer van buitenaf, snap je? Dat je je wil laten zien en dan wil je bewijzen van, oh ja, zie mij een succesvol zijn. Daarom heb ik zelf ook een haat-liefde verhouding met Instagram. Dus van de ene kant weet je dat het goed is voor je business. Ja. Je moet exposure. Aan de andere kant dan denk je van, snap je? Je zit de hele tijd maar te ventileren van, oh, zie mij eens een geweldig leven leiden. Ja. Waardoor je weet dat anderen daar misschien of een allergie van krijgen, of dat die juist ongelukkiger worden omdat ze zien alweer zo iemand die zo succesvol is. Dus nee, ik denk wel dat het leven maakbaar is en een stukje maakbaar is, je geluk een stukje maakbaar. Maar dat hoeft niet per se te zitten in van, ben altijd maar succesvol en ga er keihard voor. Of ga die 100.000 per maand verdienen. Ja. Er zijn ook heel veel 100.000 per maand meisjes. Ja.
Dus ja, daar geloof ik echt niet in. Ik denk juist, en toevallig werkte ik vandaag met iemand samen, die zei vanochtend tegen mij, Josje, mijn keuze met wat ik met mijn werk doe als ZZP'er is heel makkelijk. Ik doe alleen maar wat ik leuk vind. Ja. En ik denk, oh, heerlijk. Maar die luxe heeft natuurlijk niet iedereen. En er zullen ook mensen zitten luisteren die een business hebben die niet zo goed loopt. Ja, dan moet je wel ja zeggen op kutklusjes. Hè? Of hoeft dat niet per se volgens jou? Natuurlijk, tot een bepaalde hoogte. Mm-hmm. Dan denk ik weer aan mijn moeder van het leven is niet altijd leuk. En, ja. Maar er zijn ook... Je hoeft ook niet alleen maar stomme dingen te doen. Als jij het idee hebt van, nou, er klopt helemaal niks meer. Ja. Ik ga met een heel slecht gevoel vandaag weer naar mijn eigen bedrijf toe of naar mijn werk toe. Dan kun je ook misschien eens bij jezelf na gaan denken van, maar waarom doe ik dat dan? Heel veel mensen blijven heel graag in de veiligheid en zekerheid hangen. Ja. Want dat geeft mensen, dat is een basisbehoefte. En dat geeft mensen ook een fijn gevoel. Ja. Maar op het moment dat het meer negativiteit geeft, dan moet je eigenlijk uit die comfortzone durven te stappen en conclusies trekken van, is dit dan nog wel een bedrijf dat ik wil voeren? Is dit die baan die ik nog wel wil hebben? Is dit die relatie waar ik nog wel in wil blijven zitten? Ja, nu ben ik iemand, ik laat altijd alles maar gewoon op zijn beloop. Ik heb ook de relatie niet beëindigd, dat heeft mijn vriendin gedaan. Maar ik heb er wel een soort van voor bedankt, want ik ken mezelf. Mm-hmm. Ik laat altijd alles maar gewoon op zijn beloop. En dan denk ik, ach, ja, dan ben ik wel die positivo. Die denkt, ja, maar dit is nog leuk en dit is nog leuk. Mm-hmm. Maar goed, ik vind ook, je moet in een relatie niet blijven zitten om wat haal ik eruit. Ik ben ook altijd van wat haalt die ander eruit en wat heb ik te geven hier? Mm-hmm. En als je niet veel meer te geven hebt, of die ander neemt het niet meer in ontvangst, of kan het niet in ontvangst nemen, mm-hmm. weet ik wat voor oorzaak. Ja, dan, ja, de beroemde uitspraak, niet trekken aan een dood paard, dat ben ik dan ook wel, dat snap ik dan ook wel weer. Mm-hmm. Ja, ja, precies. Maar dan, als je nu dan terugkijkt, ben je dankbaar dat het beëindigd is? Ja, dat is een goeie. Kun je dat? Ik heb dat wel in de andere podcast die ik doe, Filosofie met Mayonaise, heb ik dat tegen mijn vriend Paul gezegd. Mm-hmm. We hebben met z'n tweeën echt gezegd, 1, 2, 3. En hebben we haar naam genoemd, bedankt. Weet je wel, maar het kan ook wel weer een houding zijn. Hè, dat ik denk van, ja, natuurlijk, een gedeelte vindt het niet leuk. Mm-hmm. Want een gedeelte voelt zich ook afgewezen en voelt zich tekortgeschoten. Maar ja, als het rationele deel bij mij het overneemt, denk ik, ja, maar wat heb je niet allemaal hierin gestopt? En wat ben je niet allemaal aan het doen geweest om het wel te laten werken? Weet je, ik vind niet dat ik mezelf kan verwijten dat ik het slecht behandeld heb of zo. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Maar vraag maar door, hoor. Ik ben natuurlijk heel geïnteresseerd. Ja. Maar jullie zijn 5 jaar samen geweest, zeg je? En je zit nu helemaal alleen in dat veel te grote huis. Ja, maar we wonen sowieso al niet samen. Ja. Kijk, het was al. Ik heb ook wel eens tegen haar gezegd, het was al een soort van voor de helft uit. En nu is het helemaal uit. Ken je dat? Nee, ja, zeker. Nee, dat herken ik. Ja. Ja. Mm-hmm. Dus ik mis niet het samen slapen en zo. Want dat was ook bijvoorbeeld, wij sliepen nooit samen. Oké. Okay. Want na die burn-out, ik heel gevoelig, zij ook een burn-out gehad. Mm-hmm. Dus dat is misschien ook nog wel goed om aan jou te vragen. Ja, met elkaar in bed liggen zonder seks is ook al een soort vorm van band creëren en zo. Een stukje intimiteit, ja. Ja, zeker. Dus jij raadt mensen wel aan, slaap zoveel mogelijk samen. Zeker. Ja. Want alleen maar in de nabijheid zijn van mensen, dat schept ook al een band. En dat geeft... Ja, dat maakt ook al dat je je veilig en vertrouwd voelt bij die ander. Moet je je niet eerst dan veilig en vertrouwd voelen en rustig? En om dat te kunnen? Want ik kan echt niet met iedereen in één bed liggen, hoor. Echt niet. Oh, heerlijk. Ja, nee, ja. Ik ook niet. Nee. Maar ook hier is hetzelfde eigenlijk als met seks hebben en met lachen. Ja. Soms moet je het juist doen... En dan uit die comfortzone om dan uiteindelijk die veiligheid wel te voelen. Ja. Maar je moet natuurlijk wel, je kan niet met Jan en allemaal natuurlijk het bed induiken. Nee. Maar, en wij komen toch allebei op een leeftijd. Ja, je bent al jonger dan ik, maar dat je al niet zoveel... Veel, hoor. Nou, ja. Je bent van? 77. Oh ja, 3 jaar. Ja. Dat je toch ook zoveel ellende op dat gebied hebt meegemaakt. Op een gegeven moment denk, nou, het zal mijn tijd wel duren. Ik laat gewoon niet meer iedereen zo dichtbij.